Hoi, vandaag heb ik voor jullie een tag en het is de gewoon Nederlands tag. Dit is een tag die te maken heeft met alles wat met Nederlands zijn te maken heeft. En ik heb het even teruggezocht, het is bedacht door gewoon Marieke. Nou, eigenlijk komt het uit de UK, maar zij heeft hem Nederlands gemaakt. En in de UK hebben ze dus ook die vragenlijst van weet je, typische UK dingetjes. En ik dacht, het is misschien wel leuk om hem te doen. Voor degenen die het niet weten, ik ben eigenlijk niet Nederlands. Ik ben geboren in Rusland, ik ben 100% Russisch, mijn ouders zijn allebei Russisch. En ik ben op mijn vierde naar Nederland gekomen, maar ik voel me gewoon Nederlands. Ik ben een Nederlander, ik heb een Nederlands paspoort. Ik ben vanaf groep 1 naar school gegaan in Nederland en ja, ik ben gewoon Nederlands. Maar ik ben ook eigenlijk net zo Russisch. Ik ben Russisch, ik ben Nederlands, ik ben het allebei, maar ja. Goed, vraag 1. 1 of meer koekjes bij de thee? Meer koekjes bij de thee. Wat dat betreft ben ik wel echt een Rus. En wij houden van heel veel koekjes bij de thee en zoetigheden en lekkere dingen. En wees vooral niet bescheiden. Pak er vooral meer. En als je het op hebt gegeten, zeg het even. Dan ren ik even naar de winkel voor meer koekjes. En als ik bij anderen ben, dan pak ik vaak wel 1 koekje. Meer ook gewoon uit gezondheid, zeg maar. Dat ik niet een heel pak koekjes op wil hebben, omdat ik dan weet dat je dan helemaal gaat stuiteren en zo. Dus je mag altijd meer koekjes pakken en ik pak er zelf altijd eentje bij anderen. Of meer als erop aangedrongen wordt. Wat is je favoriete stampot? Ik ben gek op de Nederlandse keuken. Ik kan het zelf niet echt Nederlands koken. Ik heb wel een paar recepten die ik wel eens maak, maar echt dat super puur Hollandse. Ja, ik vind dat heerlijk. Stampot, hutspot, super lekker. Ik eet geen vlees. En het lekkerste stampotje vind ik, denk ik, gewoon aardappelen, iets met spinazie of zo. Andijvie vind ik ook lekker. Gewoon met heel veel groenten erin. Ja, vind ik wel lekker. En dan een vegetarisch worstje erbij. Welke Nederlandse feestdag vind jij het leukst? Hoeveel Nederlandse feestdagen hebben we? Want in principe hebben wij toch best wel internationale feestdagen. Koningsdag denk ik dan. Dat is denk ik toch wel de leukste dag. Ik vind het heel leuk om de kraampjes af te gaan. En ik heb het ook wel eens dat ik naar Amsterdam ging. Maar ik vind eigenlijk vooral in Den Haag, vind ik vooral in de Schilderswijk, vind ik dat heel gezellig op Koningsdag. Dus daar ga ik graag heen. En ik verkoop zelf ook wel eens wat. Ik heb afgelopen jaar ook met een kraampje gestaan. En vind ik gewoon een gezellige dag. Wat is volgens jou het leukste plekje in Nederland? Den Haag natuurlijk, dat is waar ik woon. Maar om heel specifiek te zijn, vind ik Scheveningen echt heerlijk. Ik ben gek op Scheveningen. Het liefst zit ik er elke dag in de zomer. We hebben echt zo'n lekker sfeertje daar. We hebben hele leuke strandtenten. Het is heel gezellig. En als ik dan in de zomer, als het lekker weer is, dan ga ik ook wel eens gewoon in mijn eentje erheen. En dan lekker een dagje daar zitten en werken bij een strandtentje. Gewoon hangen, slaapvallen. Het voelt dan net een soort van vakantie. Het is echt ik denk dat Scheveningen mijn favoriete plekje is van heel Nederland. Wat is jouw favoriete accent en doe een stukje na? Nou, Haags natuurlijk. En ik ken wel een beetje Haags praten. Ik doe het niet echt als een. Ik heb niet echt een accent, vind ik. Maar ik hoor wel eens van mensen dat het zeg maar eruit vloept in mijn video's. Vooral als ik bijvoorbeeld ogen zeg. Ik ga mijn ogen opmaken. Dat komt dan toch een beetje soort van Haags eruit. Goedemorgen, welkom in Den Haag. Welk woord is voor jou typisch Nederlands? Oké, het klinkt heel gek en dit, nou, de allochtoon gaat nu wat voor mij sowieso. Ik weet nog dat ik een kind was, dat is misschien een leuk verhaal. En ik was 4, ik was net in Nederland met mijn ouders. En iedereen praat natuurlijk Nederlands. En ik hoorde dus van mijn ouders, en ik weet het nog een beetje, dat ik op een gegeven moment na een week of zo, dat ik helemaal in huilen uitborsten. En dat ik zei, waarom praat iedereen hier zo'n gekke taal? Ik snap er niks van. En ik was er helemaal van slag. En toen zeiden mijn ouders ook, lieverd, weet je, die taal, dat wordt jouw taal. En ik weet nog dat ik heel bewust meemaakte dat ik bepaalde woorden leerde en dat ik dat dan heel Nederlands vond. En wat voor mij het ultieme Nederlandse woord is, is een ons. En het klinkt heel gek, maar dat mensen dan zeiden van, ik heb 2 ons broccoli gehaald. En dat vond ik zo Nederlands. En nog steeds, als ik dat hoorde, denk ik, wauw, ons. Een ons. Ja, ik wil graag een ons aardappelen. Een ons! Ja, dat vind ik heel Nederlands. Welk typisch Nederlandse gebruik vind jij het leukst? Wat ik bij Nederlands heel leuk vind, is dat iedereen altijd iedereen begroet. Dus als je ergens bent, dat je altijd hallo, goedemiddag, hoi, of in de lift, of als iemand de deur openhoudt of wat dan ook. Iedereen is heel vriendelijk naar elkaar en dat merk je ook naar toeristen toe en naar buitenlanders en
ja, er zit iets diep geworteld in de Nederlandse cultuur dat je altijd iemand moet begroeten, altijd desnoods een knikje of een hoi. En ja, dat kan ik heel erg waarderen, want er zijn culturen waar dat minder is. Ja, ik moet zeggen, in de Russische cultuur heb je dat ook wel, maar ja, toch wel, het is toch net even iets afstandelijker van wildvreemden. Terwijl hier is het als je ergens bent en er fietst iemand voorbij, dat je zegt, goeiemorgen, weet je dat. Ja, het is iets vrolijks en iets blijs en leuks en ik kan dat wel waarderen. Welk Nederlandse gezegde is jouw favoriete gezegde? Oké, nu heb je me echt, want ik en gezegdes gaat dus niet goed. Ik ben heel slecht in gezegdes en voor degene die dat misschien niet weten, als je dus niet in Nederland geboren bent en je doet de officiële IQ-test, en die heb ik ooit gedaan, dan mag je dus het deel van gezegdes overslaan, omdat het gewoon heel normaal is dat je daar gewoon echt niks van snapt. Want je krijgt het niet mee vanuit huis en niet vanaf jongs af aan dat mensen gezegdes gebruiken. En ja, laten we het erop houden dat ik ben de queen van gezegdes verdraaien. Dus ik zeg bijvoorbeeld ook, wauw, dat was zo mooi, dan zeg je echt u. Ja, dat is een Masha uitspraak. Dus ik probeer gezegdes te vermijden. Maar gezegdes die ik leuk vind, mijn favoriet is, nou, wat ik altijd een leuk gezegde vond, en dat werd al gezegd op school ook en zo, en dat was misschien een beetje cru, maar waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dat vond ik altijd een soort van dingetje, dat als je dus met foute mensen omgaat, foute vrienden hebt op school, pas maar op, want waar je mee omgaat, word je mee besmet. En dan ga je ook misschien de foute kant op. En dat, ja, ik weet niet. Ik weet ook niet per se of het altijd waar is, maar ja, het zet je wel aan het denken, ook als kind. Dat als je dat vaak genoeg zegt tegen een kind, dan ja, hou je dat toch in je achterhoofd. Wat is je favoriete winkel van Nederlandse bodem? Ik vind het lastig wat er nou van Nederlandse bodem is en wat niet. Want we hebben vaak toch wel veel internationale dingen. Ja, is de Action Nederlands? Want ik denk dat ik dan voor de Action ga. Ja, de Action is denk ik mijn favoriete Nederlandse winkel. Ja. Oh, en de Zenos. En daar heb ik ooit gewerkt. En dat is echt beste winkel ever. Ik ben echt zo'n Zenos fan. Ik heb er dus een tijd gewerkt en ik ben gewoon echt fan. Wie vind jij de leukste BN'er? Vind ik heel moeilijk, want er zijn er een hele hoop die echt heel erg leuk zijn. Maar als ik moet kiezen, dan ga ik voor Tom Sebastian, uiteraard. Dat is echt, ja, dat is een beetje mijn soort van leermeester altijd geweest voor het hectische wereldje van events en mensen ontmoeten en hoe moet je gedragen. Hij heeft me echt ooit op sleeptouw meegenomen naar dat soort dingen. En daar ben ik hem ook eeuwig dankbaar voor. En hij is heel oprecht en echt. En weet je, ik kom veel BN'ers tegen in het wereldje. En weet je, er zijn er een hele hoop die ook gewoon een beetje voor de camera leuk zijn. Maar daarnaast je bijvoorbeeld compleet negeren. Of dat ze je compleet negeren, maar op het moment dat ze horen wat je doet, je ineens heel aardig en leuk gaan doen en een fotootje. En ja, daar hou ik gewoon niet zo van. Op zich kijk ik er best snel doorheen. Maar ja, weet je, van alle mensen, Tom is echt oprecht de meest pure, eerlijke, leuke persoon. En ja, het is mijn favoriete BN'er. Wat vind je het mooiste en of leukste Nederlandstalige liedje? Nou, ik vind dus Nederlandstalige muziek onwijs mooi. Er zijn echt liedjes en die raken mij zo. Ik kan er zo van genieten. Oké, er zijn er een paar. Ik vind Jay, Mijn Baby, is echt een super mooi nummer. Ik kan ook nog steeds niet geloven dat Jay heeft opgetreden bij de Beauty Boss Party. Het is gewoon echt, oh, ik vind hem zo goed en dat nummer is zo mooi. Zoek hem alsjeblieft op. Het is echt een prachtig nummer. En de klassieker Marco Borsato met Treintje Oosterhuis, Wereld Zonder Jou. Dat is zo'n ontzettend mooi nummer. Zo mooi. Ik vind hem echt, ik kan hem wel een miljoen keer luisteren. En ik word er helemaal warm van binnen. Zo mooi. En tot slot de laatste vraag. Haring ja of nee? Ja, I love haring. Haring is bijna mijn favoriete vissoort. Het was een tijdje mijn nummer 1. Maar nu ben ik toch echt wel ook tonijnfan. Dus haring is nummer 2 geworden. Maar ik vind haring zo lekker. Nou, lekker met de uitje erbij. Ik kan echt gewoon meerdere haringen achter elkaar opeten. Zo lekker vind ik het. En ik weet dat niet iedereen fan is. Maar ik vind het echt overheerlijk. Goed, en dat was de Gewoon Nederlands tag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zou er eigenlijk iets van een Gewoon Russisch tag zijn of zo? Dan kan ik die ook doen. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil jij de tag nou overnemen? Doe het vooral. Laat je antwoorden ook achter bij de comments. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Hoi, de kerst komt eraan en vandaag wil ik voor jullie een video maken waarin ik een aantal glitter shine essentials laat zien voor de kerstdagen.